Yo mensen van Leven.nl, mijn naam is Wiek en welkom bij een splinternieuwe video. Ligt eraan wanneer je hem eigenlijk kijkt, want als je hem morgen kijkt is hij niet meer zo splinternieuw, want er staat weer een nieuwe video online. Dus vergeet zeker niet te abonneren, want elke dag een nieuwe video hier op mijn kanaal. En als je abonneert, dan motiveert mij dat natuurlijk heel erg. De laatste tijd is de subgroei erg hoog. We hebben gewoon 150, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 subs soms erbij. En dat doet mij gewoon heel goed. Dus als je even wil abonneren, dan motiveert dat mij heel erg, als je tenminste nog niet geabonneerd bent. En dan mis je nooit de video. En ja, dat lijkt me gewoon leuk. Doe ook je duim omhoog, kunnen we de 1400 likes halen of de 1438. Jullie bepalen hoeveel likes we gaan halen. We gaan vandaag weer eens wat packjes openen. Helaas niet zoveel, maar wel hele dikke packs. We hebben namelijk 225k packs en zo'n verhandelbare team op de season pack. Ik ga misschien nog een paar team op de season packs maken. Ligt eraan hoe goed deze packs zijn. Als we helemaal nul wallcodes gaan packen, oftewel gewoon geen tots, geen wallcode, gewoon niks, dan ga ik een ei op mijn hoofd slaan. Dus ja, let's go. De eerste pack. Zou leuk zijn als dat dan meteen een walcode is. Oké, dat was geen walcode. Oh mijn god, dit is een 125k pack. Ik haal, dit is een 125k pack. Ja, het voordelige aan deze packs is dat alle spelers handig zijn. Dus we gooien ze allemaal in de club. Let's go. Oké, we gaan er snel door die 125k packs. Maar ja, wie wil wachten? Oh mijn god, weer geen walcode. Oh mijn god. Oké, dit was een mislukking. Die 125k packs moet je gewoon niet openen. Ja, de spelers gaan we wel gewoon opslaan, doe. Want die zijn gewoon handig en chill. Team of the Season Packie. We gaan er echt snel heen. We zijn nog maar een minuut bezig. Maar let's go. Moet ik packs bijmaken? Oh mijn god, nee. Nee. EA. Nee. Nee. Spits. Argentinië. Ah, oké. 87. Oké, nou, laat ik nog een packje gaan maken. Let's go. Is gelukkig zo gebeurd door die 225k packs, dus dat is wel chill, maar ja. Zoals ik al zei, ik moet echt een walkout gaan packen, want ik heb echt gewoon geen zin om een ei op mijn hoofd te gaan slaan. Dus ja, dat is een soort van motivatie om zeg maar zo lang door te gaan totdat we een walkout krijgen. En dat kan misschien heel lang gaan duren, of niet. In ieder geval, hier pakken we deze speler. En we pakken deze speler. Zijn allebei toch niks waard. Let's go. Hopsakee, die zetten we wel in de club. Ja, op spits. En dan gaan we even de rest volgooien met gouden spelers. Oké, en deze is ook klaar. Let's go. Dan hebben we weer een totspackie beschikbaar tot ons. Weer verhandelbaar natuurlijk. Want ja, als ik een Messi pack, of een Ronaldo of weet ik veel, dan vind ik het wel fijn als die verhandelbaar is. En als die dan niet verhandelbaar is, dan vergeef ik me dat zelf nooit. Dus let's go, walkout. Weer geen walkout. Waarom? Waarom niet? Rechts midden Nederland. Het is. Het is. Lens. Lens. Wow, ik dacht ook wel even Elia zeggen. Maar Lens. Lens op zich. Ja, hij is weinig waard, maar... Oké, we maken er nog één. Let's go. Ik haal mijn leven. Dat kost weer 30k. Ja, geweldig. Another one, zou DJ Khaled zeggen. Hoppakee, we gaan weer uitdaging samenstellen. Oké, als ik hier nou in deze geen walkout krijg, dan echt, jongens. Ik had laatst trouwens, ik zal even een leuk verhaaltje met Mick. Leuk verhaaltje met Mick, let's go. Oké, nou, ik had laatst ook zo'n pack dus gemaakt. En dat was toen een walkout, of nee? Nee, het was geen walkout. Het was zeg maar zo slecht dat ik een 83 redent had. Ik had gewoon een 83 redent. Team of the Season uit zo'n pakketje die ik nu aan het maken ben. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier nou? En zo is de volgende ook af. Let's go. Oké, tweede Team of the Season packie. Hier moet ik even een techniek doen of zo. Wat ik ga doen? Ik ga no look pack doen. Dus ik doe even dit. En dan hopelijk is de walkout. Dus no look pack. Let's go. Oké, klik. Hopsakee. Ik kan het dus niet zien. Waarschijnlijk is het weer geen walkout. En moet ik er dadelijk weer een gaan maken. Maar dat maakt niet uit, joh. Na 3 pakketjes zou het eigenlijk wel een walkout moeten zijn. Mag ik kijken? Ik ga kijken over 3 seconden. 3, 2, 1, 0. Het is een walkout. Het is van Feyenoord. Oh, hoe heet ik weer? Bottegien. Ja, Bottegien. 88 reden. Die is echt heel slecht, als ik eerlijk ben. Maar hey, het is een walkout. Geen ei op mijn kop. In ieder geval is die net zo slecht als een niet-walkout. Dus... ja, we maken er wel nog één, jongens. Oké, we maken er nog één. Let's go. Woe. Het is meer SBC's maken dan packs openen. Altijd genieten. Nou, hebben we weer een Team of the Season gekocht. Kost weer 31k. Gelukkig zijn die andere spelers allemaal gepackt. Dus daar bespaar je wel de hele tijd iets van 50, 40k mee. Dus dat is wel chill. Alleen heb ik nu al in totaal iets van 30... Nee, 90k of zo uitgegeven. Moet iets voor over hebben voor een leuke video. Haha. Oké, dan gaan we weer naar die specials. En dan hebben we nu... Haura of zo. Niemand kent hem, maar dat maakt niet uit. En Bottegien, die kennen we wel natuurlijk. Spits, hopsakee. Shout naar alle Feyenoord fans. Ook shout naar alle Ajax fans. Ook shout naar heel de Eredivisie fans. Maakt allemaal niet uit waar het clubje voor staat. Iedereen is een mens. Iedereen is gelijk. Schuil me niet uit in de comments omdat ik voor PSV sta. Maakt niet uit. Oké. Het enige wat echt chill is aan deze SBC is dat je zeg maar alle spelers een beetje wat lage ratings erin kan zetten. Want je hebt 2 spelers van 88 rated.
En die gooi je de rating echt omhoog, waardoor je echt makkelijk die 83 kan halen. Dan altijd nog even kijken of je 1,82 speler eruit kan halen, want hey, dat is chill als je zeg maar nog een 82 reden kan vervangen door een 81. Zo, op z'n keer gefixt. Let's go. Oké, een Timothy Speckie. We hebben al één walkout gepakt. Dat was Bottegien, dat is altijd wel jammer. Het was trouwens wel een Braziliaanse walkout, dus als ik had gekeken, kreeg ik een flip. Ik ga denken dat dit geen walkout is, maar let's go. Kom op. Ah, jammer. En wat is het? Wat is het? Is het dan nog een... Nee, het is echt weer zo'n kut league. Au, au, au. Oké, jongens. We gaan de laatste... We gaan er nog één openen en dan kap ik ermee. Dan is het einde video. Ik weet niet of dit een korte video is of niet. Ik heb geen idee. Maar we gaan nog eentje openen in ieder geval. En dan hebben we toch wel best wel veel tots in de video. Als ik eerlijk ben. Het waren wel gegarandeerde totspacks. Ik vind het alleen een beetje jammer dat als je voor een pakketje 25 euro betaalt... zo'n 125k pakketje, dat je dan geen tots eruit krijgt. Maar hè, dit is veel goedkoper in principe. Dus je kan beter deze packs openen dan 125k packs. Naar mijn mening dan. Dit wordt de laatste pack. En laten we het afsluiten met een walkout. Het zou heel erg tof zijn. Ik heb geen idee. In ieder geval hoef ik geen ei op mijn kop te slaan door Bortelgien. Dat is wel chill. Anders was ik nu echt, heel spannend geweest. We gaan het zien. Let's go. Walkout. 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 Is de walkout? Nee, dat was te snel zeker voor een walkout. Ik dacht legit dat het een walkout was. Oké, in ieder geval hoop ik dat je genoten hebt van deze video's. Als je walkouts wilt packen, nou, dan moet je 5 van deze totspacks openen. Kut, sorry. In ieder geval, ik zie jullie bij de volgende video. Mijn naam is Mick en ik zeg zoals altijd, Mick out.